ga 24 uur lang alles kopiëren wat mijn vriendje Thomas doet. Precies dezelfde ontbijtjes. Als jij in een mini rijdt, dan moet ik ook in een mini rijden. Of een boot hebben gehuurd. Ga dus precies hetzelfde kapsel nemen als Thomas. Ik hoop niet dat hij zichzelf kaal laat scheren. Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat goed dat je kijkt. Oh nee, wacht! Wacht! Zo gaat zijn intro natuurlijk helemaal niet. Even spieken. Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. Hallo allemaal en super tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Gewoon Rutger. En ik kan je nu al zeggen, dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Best goed toch? Ik ga 24 uur lang alles kopiëren wat mijn vriendje Thomas doet. Dat betekent dat ik na ga doen wat hij eet. Wat hij doet, waar hij naartoe gaat, wat hij koopt, wanneer hij naar de wc gaat. Letterlijk, alles ga ik kopiëren. Alleen het leuke is, Thomas heeft nog geen idee. Dus dit belooft voor mij een hele rare dag. En ik denk voor Thomas een hele irritante dag te gaan worden. Dus als je heel erg veel zin hebt om deze video te gaan kijken, laat het mij even weten. Geef de video een duimpje omhoog. Want als wij met z'n allen 30.000 duimpjes weten te verzamelen, dan ga ik Thomas overhalen om mijn dag een keer te gaan kopiëren. Dat lijkt me namelijk ook heel erg leuk om te gaan doen. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, hallo en welkom bij een van de leukste. Nou ja, dat vind ik ook weer een beetje arrogant om van mezelf te zeggen. Maar het is vrij leuk hier, het is vrij leuk. Het is wel, ja, het is geinig. Ongeveer 750.000 andere mensen vinden het ook wel geinig. Wat? Druk even op de abonneerknop, want dan mis je nooit meer een nieuwe video. En hey, er staat ook een belletje naast. Kijk maar goed. Druk erop. En ik heb één kopieer-challenge voor jou. Ik laat namelijk een woord achter in de reacties en aan jou de taak om het te kopiëren. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel mensen totaal mij hebben gekopieerd. Ik ga in ieder geval zoveel mogelijk mensen die dat hebben gedaan een hartje geven in de reacties. Anyway, ik ga nu heel snel de intro afsluiten. Thomas komt namelijk weer elk moment thuis en morgen gaat deze challenge pas beginnen. Maar hij mag dus van niks weten. Dus we gaan een sprongetje maken in de tijd. Op naar de dag dat ik Thomas kopieer. Oké, ik ben dus eigenlijk hier al een tijdje wakker, maar Thomas nog niet. Dus ik moet nog even blijven liggen. Heb je lekker geslapen? Waarom moet dit nou? Ik ben net wakker. Waarom moet dit nou? Ik ben net wakker. Ik ben al een hele tijd wakker. Ik heb op jou gewacht. Heel lief. Dan ga je vast ontbijt voor mij maken. Nee, ik wacht even op jou. Oeh, shit. Ik zie niks zonder mijn bril. Wat heb je jezelf gewogen? Ga ik ook even doen. Ik weet niet hoeveel ik weeg, maar ik ben benieuwd wie kan raden wat er op mijn weegschaal staat. Laat het even weten in de reacties. Leuk hè, dat ik zo vroeg aan het filmen ben. Oh, ga je naar de wc? Ja. Oké, snel. Dan ga ik naar deze wc. Gelukt? Ja. Oh, wacht, ik kom ook. Hoe heeft hij nou een wc-rol? Je moet nog naar beneden. Neem dat dan mee? Nee, dat kan niet, want je hebt hem niet vast. Ga je Paco uitlaten? Ja. Leuk. Thomas? Heb je enig idee wat ik kan doen? Ja, irritant. Ik ga je vandaag heel de dag kopiëren. Alles wat je doet, ga ik ook doen. Dus we gaan nu Paco uitlaten. Heb je een leuke dag vandaag, Thomas? Gepland? Voor mij ook? Nou, ik ga zo ontbijten. En ik ga zo'n spoel opruimen van Paco. Ja, samen dan. En ik ga naar de sportschool. Oeh, oké. Dat wordt wat. Oké, Thomas, wat ga je vandaag ontbijten? Havermout. Havermout. Oké, dan moet ik dat dus kopiëren. Eerst ga ik de afwasmachine wegdragen. Oh, echt? Ja. Weet je wel, op zo'n dag als vandaag kom je erachter hoeveel ik voor jou ook doe. Hoezo? Omdat ik ook eens help. Hoeveel klusjes ik in het huis doe, dan ga je vandaag achterkomen. Oh. Oké, havermout dus. 81 gram. Precies dezelfde ontbijtjes in de magnetron. En terwijl dit in de magnetron zit, heb ik ook mijn shirt nog even verwisseld. Want kijk, nu hebben we precies dezelfde aan. Je moet nog wakker worden, hè? Je moet ook gaan. Oh ja. Tijd voor het ontbijt. Aha, er gaat wat cacaopoeder bij en aard bij. Er gaat aard bij. Oké. Okay. Ik zie hier een havermout met aard bij. En ook hier een havermout met aard bij. Eet smakelijk. Eet smakelijk.
En natuurlijk allebei zwarte koffie. Oh, je neemt een slok. Dan moet ik ook heel snel een slok nemen. Lekker. Oké, Thomas is nog beneden. Ik moet een beetje zachtjes praten, want anders hoort hij me. Maar we gaan dus zo meteen naar de sportschool. Dat lijkt mij super grappig. Als we daar ineens dezelfde outfit aan hebben. Kijk, laatst kregen we een pakketje. Dus we hebben behoorlijk wat dezelfde shirts gekregen. Want dit is die van mij. En dit is van Thomas. Dus die leg ik gewoon bovenop zijn stapel. In de hoop dat hij die aan gaat doen. In combinatie met deze broek met super opvallende gele letters. Tada! En ik ga hem verstoppen onder een vest. Zodat hij het hopelijk pas ziet als het al te laat is. Namelijk in de sportschool. Nou, daar gaan we hoor. In de mini. Wat zei je? We hebben dezelfde broek aan. Oeps. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar het is me nog niet helemaal hetzelfde genoeg. Want zo'n mini is wel heel leuk, hè? Ja. Als ik het echt goed wil kopiëren vandaag, dan moet ik ook in een mini gaan rijden. Stop daar maar eventjes. Want als jij in een mini rijdt, dan moet ik ook in een mini rijden. Dit is de mini van Thomas. En dit is mijn mini voor vandaag. Wauw. Oh, precies hetzelfde als die van Thomas. Moet alleen wel aan de andere kant instappen natuurlijk. Zo. En nu in de mini op naar de sportschool. En ik ben zo benieuwd wat Thomas van deze geweldige verrassing gaat vinden. Daar staat hij dan, mijn mini. Het is gelukt, ik ben er. En hier hebben we nog steeds de mini van Thomas. Die is leuk, hè? Die is heel leuk. Hoe was het om in een mini te rijden? Geweldig. Maar, we zijn bij de sportschool, wat gaan we doen? Klinkt heel chic als ik dit ga zeggen, maar we hebben een afspraak met mijn personal trainer. Oh, dus ik ook. Ik ga vandaag in ieder geval heel hard sporten en ik heb vandaag leg day. Dus morgen kan ik de trap niet meer op. Dat betekent dat ik precies dezelfde gewichten zou moeten doen als jij. Thomas, ik heb nog één verrassing voor je, want niet alleen de broek is hetzelfde. Okay, Thomas begint blijkbaar met het doen van squats. Dat betekent dat dit rek voor Thomas is en dit rek voor mij. Oefening 1, squats. Okay, Thomas heeft de leg press gedaan. Dat betekent dat ik hem ook moet doen. Doorzetten nu. 50 keer. Nou, wil ik al zeggen dat je het goed gedaan hebt. Ik heb alles gekopieerd, alle oefeningen. Ik vind het heel leuk. Sommige heb je zelfs zwaarder gedaan. En nu naar huis? Oké. Honger. Dan heb ik ook honger. Ik hoop dat Thomas zometeen nog gaat douchen, want dat heb ik nu nog niet gedaan. Maar we hebben zo'n ontzettende honger dat de lunch klaar is. Wat is het geworden? Hummus met kipstukjes, spinazie en een wrap. Oh. Bedankt dat je mijne ook alvast hebt gemaakt. Ja, ik dacht ik zal toch iets liefs terug doen, ook al vind ik je heel irritant vandaag. Dat is dus mijn gekopieerde lunch. Lunch voor vandaag. Ik ga wel eten nu hoor. Dus ik ook. Eet smakelijk. We hebben allebei gedoucht. Alleen nu is het tijd voor de volgende stappen. Oh, mijn haar moet wel hetzelfde zitten als jou, hè? Zo. Oh, maar dit is gewoon nat. Tijd om jouw haar tutorial te kopiëren. Nou, stap 1. Dat is niet zo moeilijk. Het is gewoon naar achterveunen en gel erin. Oké, nou dan gaan we dat doen. Wauw, geweldig. Gelukt. En dan? Gel erin, wax of spuug of alles wat je erin wil smeren. Een geweldig onderkinshot. Nee, ja, het lukt al. En dan de finishing touch met hairspray. Zo, en welk luchtje ga je opdoen? Tom Ford. Oh. Van jou gekregen heb trouwens. Dan kopieer ik ook de Oeh, dat is de verkeerde kant. De parfum. Oké, we zijn helemaal omgekleed, maar zoals je misschien wel kan zien, vind ik niet dat ik Thomas momenteel goed genoeg kopieer. Want kijk, zijn shirt bijvoorbeeld, dat is heel anders dan mijne. Maar wat vertelde jij mij nou net? Wat wilde je gaan doen? Ik wil een nieuwe kleding gaan kopen. Nou, komt dat even goed uit. En nu het zelf gekocht, dan hebben we niet alleen vandaag een kopie, maar dan... Yep, ik ga met je mee. Leuke kleding uitzoeken. Ik ga je helpen. Misschien ook wel hetzelfde kopen. Ik voel me echt een stalker vandaag. Ik rijd nu weer achter Thomas aan in dezelfde auto. Ik doe precies dezelfde dingen. En ik ga natuurlijk ook zo meteen in de stad weer precies hetzelfde doen als Thomas doet. En ik ben benieuwd wat dat is. Ik zag net Thomas een ASOS pakketje in zijn auto gooien om terug te brengen. 3 keer raden wat ik ook nog heb. Ja, als ik een dag ga kopiëren, dan kopieer ik een dag, hè? Nou, dat is toevallig. Wat heb je daar? Een shirt wat dus niet goed was, wil ik terugbrengen. Nou, toevallig, ik ook. Thomas, wat heb je nou net gekocht? Inpakpapier. 3 keer raden wat ik heb gekocht. Inpakpapier. En waar ga je nu heen? Een shirt kopen. Leuk, ben benieuwd. Thomas is al druk aan het zoeken. Zie je al iets? Iets leuks voor jou? En voor mij dus. Misschien dat ik gewoon polo ga, want ik weet dat je dat verschrikkelijk vindt. Oh nee, geen polo, please. Wauw. Het is streepjesdag. Leuk. Het staat jou erg goed.
Ja, je ziet het al. Ik heb natuurlijk dezelfde uit het rek gepakt. Dus nu is het mijn beurt. Wauw. Ik vind dit echt te gênant voor woorden, Rut. Ik voel me erg alsof we een boot hebben gehuurd. Hartstikke leuk. Ik doe deze dus niet meer. Nee? Nee. Doe je hem toch wel? Geen commentaar. Ik vind het echt te gênant voor woorden. Hallo. Laat je goed, Rut. Laat ze nog een speltje aan. Oké, dat is goed. Nee, laat maar zitten. Je spelt. Thomas, wat heb jij een leuk shirt aan? Ik heb een shortcut nemen naar de auto. We lopen echt als Jut en Jul. Dat zeggen mensen soms al eens over ons, maar nu is het wel helemaal erg. We hebben gewoon precies dezelfde outfit. Volgens mij heb ik nooit in een video zoveel gezeurd. Bij de 30.000 duimpjes ga ik een dag Rut gaan kopiëren en het gaat heel irritant worden. Maar dan bepaal ik het toch? Nee, nou aan het doen. Ik mag gewoon niet meer naast Thomas lopen. Het valt nu niet op. Inmiddels zit Thomas bij de kapper en ik ga dus precies hetzelfde kapsel nemen als Thomas. Ik hoop niet dat hij zichzelf kaal laat scheren. Oh my god. We zijn inmiddels weer thuis en onze haren zijn nog nooit zo kort geweest, denk ik. Oh my god. Wow! Ik ben er wel heel blij mee. Ik ook. Ik vind het heel irritant als je hetzelfde kapsel hebt. Kijk, en hetzelfde shirt. En... We hebben exact hetzelfde. Het is alleen niet dezelfde bril. Dat niet. Dat is jammer. Oh. Ew. Dit is wel echt voor deze challenge. Dedication. We hebben gewoon hetzelfde kapsel. Hetzelfde shirt. En nu gaan we ook hetzelfde eten. Want Thomas heeft mij net doorgeappt wat hij wil gaan eten vandaag. Een heerlijk recept. Dus jij gaat koken voor mij. Precies. Laat ik dat maar dan voor Thomas gaan doen. Zoals ik al zei, heeft Thomas zijn maaltijd doorgeappt. Want wij volgen allebei een best wel streng voedingsschema. Mocht je mij op Instagram volgen, dan heb je misschien gezien dat ik de laatste tijd weer in de sportschool ben te vinden. Zonder dat ik verdwaald ben. Dat ik er echt gewoon heen gaan met een reden. En het voedingsschema dat krijgen we dus van onze trainer Gino. Die zal ik binnenkort ook nog even aan jullie voorstellen. Maar vandaag volg ik dus die van Thomas, want we hebben eigenlijk een heel ander schema. Dus ik ben benieuwd hoe dat van Thomas zal gaan smaken. Maaltijd 1 en maaltijd 2. Precies hetzelfde. Exact gekopieerd. Sterker nog, het is helemaal tot op de gram afgewogen. Het is echt precies hetzelfde. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Smakelijk. Welkom allemaal in deze livestream. Thomas is aan het livestreamen. Want over een kwartier komt een nieuwe video online. Thomas is dus aan het livestreamen, maar dat betekent dat ik ook moet gaan livestreamen. Ik ben dus even naar boven gegaan en ik ga nu een uitnodiging sturen om met mij samen live te gaan. En ik ben heel erg benieuwd hoe iedereen gaat reageren als ze zien dat we er precies hetzelfde uitzien. En ik denk dat Thomas hier helemaal niet op zit te wachten. Oh, dat is leuk. En daar, even kijken. Oh, hij nodigt me uit. Hallo. Hallo. Daar ben ik weer. Valt jullie misschien iets op? Kijk eens naar de zijkant, Thomas. Ik doe het dus niet vrijwillig, hè, jongens. Dat wil ik nogmaals even benadrukken. Laat je niet met rust vandaag. Maar ga je zo meteen ook mijn nieuwe video kijken? Dus? Ja, dat is wel erg. Want ik heb nog helemaal geen tijd gehad vandaag door heel dit gedoe om hem te kijken. Oké, veel plezier nog. Doei. Hier zie je nog een klein beetje iets van de livestream. Mocht je nou ook een keer aanwezig willen zijn bij zo'n livestream. Je kan namelijk live je vragen stellen. Je kan samen live gaan. Elke keer op donderdagmiddag om 4:15 ben ik live. Vlak voordat de nieuwe video online komt. Dus als je nu op donderdag kijkt, heb je het net gemist. Maar volg me dan eventjes op Instagram. Dat is @rutgevink. Dan kan je er volgende week gewoon bij zijn. En ondertussen heb ik gespot dat Thomas een eiwitshake aan het klaarmaken is. Dat kan natuurlijk bij één ding betekenen dat ik er ook één moet drinken. Proost. Cheers. Ik moet trouwens wel echt een beetje wennen hoor aan dit korte haar. Laat eventjes weten in de reacties of jullie het leuk vinden. Of dat ik het toch iets langer moet laten de volgende keer. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Zo, ik heb een bakje koude linzen gepakt. Gadver. Ik dacht, ja, wat ik moet doen, moet jij ook doen? Nee, je weet dat ik dat heel vies vind. Koud ook echt? Ja, en ik ga zo meteen een hap nemen. Wacht. Waar vind ik dat? Koude linzen. Oh, hier. Vies. Gadverdamme. Nou, Paco vindt het volgens mij wel lekker. Het ziet er inderdaad als hondenvoer uit. Ik snap het wel. Neem je echt een hap? Ja. Buh. Zo.
Smakelijk. Ga je iets uitzoeken? Ik heb een nieuwe obsessie en dat is Dynasty. Nee. Nu ben ik al bij seizoen 2, bij aflevering 22 of zo. En nu moet ik gewoon midden in een serie gewoon maar mee gaan kijken. Ja. Paco kijkt ook wel wat mee. Nou, maar ze vindt het niet leuk. Paco, vind jij Dynasty leuk? Nee, hè? Oké, ik ga het een kans geven. Oké, uiteindelijk was het toch nog wel oké, maar iets te veel goede tijden, slechte tijden achtig, vind ik het. Het is best leuk. Jij mag het gewoon kijken, leuk voor je. Nou, ik ben helemaal blij, want ik deed het toch al. Hé, bij deze is de copy-paste dag voorbij. Ik heb je de hele dag nagedaan van de outfit, het haar, alles, het eten. Dus vind je dat ik geslaagd ben? Ja! Yes! Okay, nou, dus doe dit alsjeblieft nooit meer. Nee. Het heel irritant. Nee, ik ga morgen weer lekker mezelf zijn, gelukkig. Als jullie dit een toffe video vonden, laat het me even weten. Geef de video een duimpje omhoog, want bij 30.000 duimpjes gaat Thomas een keertje mij kopiëren. Oh, ik weet alleen niet of je er nog blij mee moet zijn, maar goed. Nee, dan ga als we het halen, doe ik het. Dan ga ik er het een onvergetelijke dag van maken. Vergeet natuurlijk even niet te abonneren op mijn kanaal en op het kanaal van Thomas. Je kunt zo meteen doorklikken in het eindscherm. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Zie ik je volgende week donderdag om 4 uur vanmiddag met een nieuwe video. Maar tot die tijd, en wacht, ik ga niet dat zeggen, niet Steve Herbles, maar ik zeg om het nog even in stijl af te sluiten. Houdoei. Houdoei. Doei.